Hoi, ik ben Anna van Terug naar Eden. Dit filmpje gaat over de tuin in november. Ik ben de laatste aardappels aan het rooien. En ik heb er een ras bij dat ik niet meer weet welke of dat het was. Het is met een roze schil, zal ik straks ook laten zien. Als een van jullie weet welke het is. Het is een Phytophthora resistent ras. Ik had Jelly, Twister, Levante, Melody en een Duitse ouderwetse ras, Keunis Nieren. En die met die roze schil daar... kan ik niet meer van terugvinden welk ras of dat het was. Maar ik heb al een aantal kisten geoogst en die ga ik in de zon zetten. We hebben een mooie zonnige ochtend. Ze hebben in de loop van de dag wel wat regen opgegeven. Dus die kisten ga ik even hier langs de zuidgevel neerzetten, dat ze nog even wat kunnen nadrogen. En dan ga ik jullie verder meenemen de tuin in. Kijk, dit zijn die aardappelen met die rozige schil. Nou, je hebt natuurlijk verschillende soorten aardappelen. Vroege rassen, middelvroege rassen, late rassen. Die kun je dus naarmate het seizoen eerder of later poten en ook eerder of later oogsten. De kwaliteit om te bewaren is ook verschillend van de aardappelen. Maar ja, we hebben hier dus de techniek van permacultuur, dat je alles bedekt houdt met onder andere houtsnippers of andere mulch. En daardoor oogst ik niet alle aardappelen in één keer. Ik oogst gewoon iedere keer wat ik op zo'n moment eruit kan halen en wat ik weg kan zetten. En in principe is de bodem ook wel de beste opslag voor de aardappelen, mits je natuurlijk geen parasieten in je grond hebt. En dat is hier wel even het probleem. Dus een groot probleem is het niet, maar we zijn natuurlijk nu een jaar hier en ik heb het gazon wat hier op het terrein lag afgedekt met karton. En toen ben ik ook begonnen met de moestuin. En in een afstervende graszode, daar zitten graag emelten en ritnaalden in. Een ritnaald is een larve van de kniptoren en een emelt is een larve van de langpootmug. En die lust ook wel graag een aardappel. Dus dat is het nadeel als je ze langer in de grond laat zitten, dat je dus schade kan krijgen. Je ziet allemaal van die kleine gaatjes. Dat doen dus onder andere die ritnaalden. Nou, je kunt dat ook gaan bestrijden. Maar ja, ik doe dat in eerste instantie niet. Deze aardappel die gaat gewoon opdrogen en die gaat daardoor ook niet verrotten. Dus je kunt het gewoon wel weer eten. En het is ook niet zo dat elke aardappel aangetast is. Nou, je hebt soms ook wel eens wat grotere gaten dat bijvoorbeeld een slak eraan heb kunnen zitten vreten, omdat die aardappel net wat oppervlakkig lag. Dus dat is ja, wat je wel tegen kan komen. En dat is ook de afweging die je moet maken, hoe erg of dat die parasieten in je bodem aanwezig zijn, of je je aardappels dan langer of korter laat zitten. Nou, zoals ik zei, dit is ook een Phytophthora resistent ras. Dus voor Phytophthora hoef je niet bang te zijn om het langer in de aarde te laten staan. Dat heb je natuurlijk wel met aardappelen die daar niet vrij van zijn. Dan ja, wil je dat die schimmelziekte voor zijn, dan haal je die aardappel ook eerder eruit. Nou, we zullen eens even verder gaan kijken. Nou, wat ik in een eerdere filmpje ook al had verteld, dat handig is dat je nog resten laat staan van de plant, zodat je kan zien waar de aardappels staan. Daar is de mulch lag aan de kant. Ik haal dan het meeste grond er alvast af.
Dan graaf ik nog even voorzichtig in het gat. En dan de mulch er weer overheen. Hier nog een leuk detail. Nog een late vlinder. Het is natuurlijk nog steeds, de laatste dagen was heel somber, druilerig weer. Maar nu is het weer zo'n mooie dag met de zon. En er zijn nog steeds planten in bloei. Dus ook nog steeds vlinders op zoek. Nou, dit is een dagpauwoog. Ik heb inmiddels weer twee kisten hier in de zon neergezet. Ik moet nog een klein hoekje doen. En dan ga ik daar de mest overheen verdelen. Nou, hier hebben jullie even het overzicht over het stuk waar de aardappelen hebben gestaan. Nou, nog steeds zijn die reuze Afrikaantjes in bloei. Het is wel leuk dat planten nog zo lang doorbloeien, omdat het nog steeds geen nachtvorst is geweest. Nou, ik heb hier de mest neergegooid uit de geitenstal. Dus dit is vaste potstalmest. En in het veld waar de aardappelen hebben gestaan, je ziet daar mijn greep staan. Of riek noemen sommige mensen dat ook wel. Nou, hier dit hoekje moet ik nog doen. En het voordeel van grond waar aardappelen ingezeten heeft, is natuurlijk dat die grond heel mooi los wordt. Die aardappelen hebben natuurlijk de grond losgewerkt, doordat er knollen geworden zijn. En je moet ze natuurlijk opgraven. Dus overal waar een aardappelplant heeft gestaan, is er een plekje met mooie losse grond. Nou, daar gaat dan, als de aardappelen eruit zijn, de potstouwmest overheen als een dikke laag mulg. En dan blijft het de hele winter zo liggen. En dan het seizoen gaat er overheen en dan verteert dat mooi geleidelijk aan. En dan het volgend voorjaar, dan draaien alle gewassen een kwartslag. Ik heb zeg maar vier hoofdvakken in de tuin. En de paden zijn daar dan ook de grenzen tussen. Dus hier aan de linkerkant was dan het vak voor de nachtschadeachtigen. Daar horen dus de aardappelen bij. Daar achteraan was het vak vooral voor de vlinderbloemigen. Dat zijn dan de peulvruchten. En de pompoenen hebben daar natuurlijk ook gestaan om ruimte op te vullen. Omdat ik de techniek toepas van verschillende gewassen bij elkaar. Dus de maïs stond er als stok voor de klimbonen en de pompoenen stonden er tussenin. Maar het hoofdvak is dus de vlinderbloemigen. Nou, en dan hier onderaan staan de overige groenten. Hier rechts van mij, waar ik ook die grote kolen vandaan haal, hier staan de meeste koolsoorten in. Nou, en dit schuift dus allemaal door. Dus straks gaan de overigen en de koolsoorten doorschuiven naar het vak van de aardappelen. Lekkere losse grond. De aardappelen komen in het vak van de vlinderbloemigen. Vlinderbloemigen trekken stikstof uit de lucht naar zichzelf toe, binden dat in hun bortelknolletjes. Dus vlinderbloemigen, bonen, erten, kapucijnes knip je altijd af en de bottels laat je zitten. Zo blijft er dus een restgedeelte stikstof in de grond achter, waar dus het jaar erop het volgende gewas, in mijn geval de aardappelen, weer van profiteren. En zo draait hier alles dus een slag. En dan is het ieder jaar weer een ander gewas op een andere plek. Daarmee voorkom je dat er ziektes ontstaan die gerelateerd zijn aan een bepaalde familie van gewassen. Die komen dan het volgend jaar en die denken dan een aardappel te kunnen belagen en dan staat de aardappel er niet meer. Nou, ik heb hier nog die grote struiken met dat eeuwig moes of bladkool wordt ook wel genoemd. Nou, het zijn best hele grote struiken, dus ik verwacht dan niet heel veel schade aan met rupsen. Maar op een gegeven moment zag ik toch dat de koppen behoorlijk uitgevreten werden. Dus ik ben er iedere keer langs gegaan met een doosje om die rupsen te oogsten. Dat zijn de rupsen van het koolwitje. Misschien dat je dat hier kan zien. Hier zit er een. En nou, ik loop hier elke week dus even langs met een bakje om al die rupsen weg te halen. Nou, de eenden en de kippen die eten ze niet op. Vinden ze schijnbaar niet lekker.
Maar ja, het is dus wel zaak om dat in de gaten te houden. Want als je er niks aan doet, dan kunnen ze toch behoorlijk veel van zo'n plant kaal vreten. De eendjes trouwens, die hebben gewoon hun oude stuk weer terug. Eenden in de natuur schakelen over van plantaardig voer naar dierlijk voer en andersom. Nou, dat hebben onze eenden denk ik ook bedacht. Want het zal wel minder aantal slakken zijn dat ze op een gegeven moment dachten van nou, we lusten ook wel kool. Dus ze begonnen aan mijn koolplanten te eten. Nou, niet schrikken, want ik gooi de geoogste kool, de bladeren die daarvan over zijn, die gooi ik hier ook allemaal op de grond. Maar de eenden die zijn ook begonnen om de buitenste bladen rondom de kolen op te eten. Kijk, dat kun je dus hier zien. Nou, dat is helemaal niet zo erg, want hier zit een mooie groene kool in. Die ga ik toch eerdags oogsten. Maar ja, er staan ook nog andere gewassen in de tuin waar ze daarna misschien naartoe kunnen gaan. En ook de boerenkool, wat natuurlijk wel bladgroente is die je wil behouden. Dat vinden ze ook wel interessant. Dus de eendjes die hebben hun vaste plekje weer terug. Nou, hier staan nog steeds een hele rij met groenlof. Dat gaan wij dus ook niet op tijd opkrijgen. Dus er staan nog iets van 21 kroppen. Als je per week een krop eet, dan hebben we al lang de vorst waardoor die groenlof ook verloren zal gaan. Dus dat kunnen we aan het vee voeren. Nou, hier heb ik nog een aantal knolletjes koolrabi die ik binnenkort kan gaan oogsten. Hier staat mijn enige struik amarant die opgekomen is. Nou, die ga ik binnenkort oogsten. En dan ga ik de zaden verder laten drogen. Hoop ik dat volgend jaar weer uit te kunnen zaaien. Hier hebben we de strook waar de mosterd heeft gestaan en ook de pronkbonen hebben gegroeid. Nou, hier bloeit nog steeds goudbloem tussendoor. Hier heb ik de maïs geoogst en de bonen geoogst. Nou, dat knip ik allemaal nog fijn en dan laat ik het gewoon als mulglaag op de tuin. Dan wordt het vanzelf weer mest. Dan gaan we nog even naar de wortels, want ik wil nog wat wortels oogsten voor de avondmaaltijd. Kom ik hier nog voorbij de rode bieten. Een aantal rode bieten die zal ik hier laten staan. Daar wil ik volgend jaar zaad uitkweken, dus er gaat een dikke laag mulg overheen. Hier staat nog een klein rijtje met radijsjes. Kan ik dus nog steeds radijsjes oogsten. Dat zijn van die langwerpige radijsjes, witte en rode door elkaar. Hier nog een rijtje met snijbiet. Kan ook nog steeds geoogst worden. Dan gaat over die snijbiet ook een dikke mulgwaag overheen. En als het niet al te hard vriest, dan komt die volgend jaar daar weer op. Nou, dit is wat ik nu heb geoogst. Er zitten soms hele gekke vormen bij. Dit is dan een mooie vorm. Deze is dus in de lengte gescheurd geweest. Dat heb ik wel eens eerder verteld. Het zou dan door droogte gekomen zijn. Nou, dat is jammer, want ja, van zo'n wortel hou je niet heel veel over. Maar je kan hem natuurlijk ook in stukjes snijden en het vee te eten geven. Dus, nou, de geitjes beginnen gelijk te mekkeren. Dus dit... ja, dat ga ik klaarmaken en dan is het voor vanavond voor de maaltijd. Het is ook wel mooi om te zien, die herfstkleur van die blauwe bessen. Deze heeft het blad allemaal nog en deze is al zo goed als van het blad af.
Nou, hier staat hortensia in het ene verblijf ook nog mooi in bloei. Eendjes hebben lekker schoon hok gekregen vanochtend. En de vijver ook verschoond, nieuw water erin. Nou, dan lopen we gelijk even naar de stal. Kijk, Joekie en Sasje staan er lekker buiten te kijken. Ik snij gelijk even de slechte gedeelte van de wortel af. En het groen van de wortels, dat lusten de dieren natuurlijk ook graag. Zo, nou ja, zeg maar de helft van de grote wortel die houdt dan nog over. Hier nog zo eentje. Zo, nou dat is voor vanavond weer lekker smullen voor de geitjes. We zullen even om het hoekje van de stal gaan kijken. Nou, hier staat Maya al te kijken. Die heeft waarschijnlijk wat gehoord. Hey meis. Moet je even lekker gekroeld worden. Hi. Maya is voor mij een hele aanhankelijke geit. Maar oh, hey, als er vreemde mensen komen, dan is het vaak staart omhoog. Nou, Bles die legt hier om de hoek. Lekker lui te wezen. We hebben Bles te koop staan. Bles die mag haar carrière als melkgeit gaan beëindigen. Ik heb haar inmiddels ook al droog staan. Maya probeer ik nog wat langer door te melken. Nou ja, en dan moet het jonge spul hier. Dan moet het over gaan nemen. Nou, de bok die zou ik bij collega ophalen. Maar de bok bij collega is ziek geworden. Dus dat is even afwachten wanneer die beter is. En of die dan weer klaar is om zijn werk te doen. En dan hoop ik ook weer een filmpje te gaan maken van hoe dan de geitenliefde eruit ziet. Nou, dan zullen we nog even de tuin in gaan. Wou ik jullie nog even laten zien. Ik heb een hele mooie hartvormige aardappel gevonden. Ik heb nog een mooie dikke prei geoogst voor de avondmaaltijd voor straks. Nou, het begint hier al bewolkt te worden, dus ik ga gauw weer verder met het laatste hoekje rooien van de aardappelen. Ik denk dat het voorlopig het laatste tuinfilmpje is, want we gaan natuurlijk straks het winterseizoen in. En dan gaat het weer hetzelfde als hoe ik het seizoen begonnen ben met het voorzaaien van alle warmteminnende zaden. Ik hoop dat jullie het weer een leuk filmpje vonden. Misschien hebben jullie er weer wat van geleerd. Dan bedank ik jullie voor het kijken en misschien tot een volgende keer op mijn kanaal. Dag hoor!